The Little Black Dress, saai of juist een lifesaver? Hi, welkom bij Dani's Mix & Match. Vandaag wil ik het hebben over het basisstuk in je garderobe, The Little Black Dress. Deze is wereldberoemd geworden nadat Audrey Hepburn deze droeg in Breakfast at Tiffany's, ontworpen door Givenchy. De Little Black Dress hoeft niet little te zijn, gelukkig. We zien hier Jennifer Aniston in een mini tuxedo dress, heel mooi gedragen met killer heels eronder, super modern en heel sexy. Sharon Stone, een hele mooie cocktailjurk, ook weer met hakken gedragen en met clutchback, een mooie variatie daarop. En Anne Hathaway, helemaal zoals Audrey Hepburn zelf. Klassiek, heel erg tijdloos. Dit jurkje is ook heel mooi om met platte schoentjes overdag als officewear te dragen. Ja, die Little Black Dress, je kan hem op 6 miljoen manieren dragen. Het zit hem echt in die accessoires wat je ermee doet. Bijvoorbeeld een plat schoentje voor overdag. Kan je ook weer een mooi blazertje erop doen. Of je gaat voor cocktail met een mooie hak en stenen en een clutchback plus een oorbel. Maar je kan natuurlijk ook all the way gaan, zoals Audrey Hepburn deed in Breakfast at Tiffany's. En dan ga je toch echt voor de parels. Een kledingkast vol, maar geen idee wat te dragen? Dani is jouw ideale raadgever en helpt je bij al je fashionproblemen. Dani's Mix & Match. Nu te zien op Telegraaf Vandaag.